presenteer ik jullie de kleinste waterzuiveringsinstallatie. Dat is de Ecorol. Een grijs waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater uit de keuken, de douche, wastafel en wasmachine kan zuiveren. Dit is de kleinste installatie, die is ongeveer voor 2 personen, zo'n 500 liter om en nabij. Het is nadrukkelijk dus niet om het toiletwater te zuiveren. Dat mag er niet bij. Als je die scheiding simpel hebt, hè, dus alleen grijs water komt hier naartoe, dan komt het hierin. En dan is de eerste belangrijkste fase, want dit is een filter wat gebouwd is uit 3 verschillende fasen, is de vetvanging. Vetvangen en zeepvangen is heel belangrijk, want als je dat niet eruit haalt, dan gaat het in je latere fase helemaal verslippen en dicht zitten. En dat is gewoon doodzonde, want dat betekent dat je veel eerder je filter moet gaan zuiveren. Dus de eerste fase, vet en zeepen moeten afgevangen worden. De tweede fase, die hier middenin zit, is een fase waar filtermateriaal in zit en waar via deze slangetjes en een pompje lucht wordt toegevoegd in dit proces. Dat heet een oxidatieproces. Zodanig dat algen en wieren die daar groeien, die groeien op onze afvalwaterstoffen. Afvalstoffen die in het water zitten opgelost. Het water stroomt er rustig doorheen. Het is ongeveer, dit zal om en bij 2-3 dagen duren dat het rustig kan verblijven voordat het in de derde fase komt. In de derde fase liggen 3 verschillende filterlagen. Die liggen daarin opgestapeld. En zo langzaam stroomt het water er doorheen. En worden nog de laatste stofjes en dergelijke worden uit opgevangen. Niet alles wordt eruit gefilterd, maar wel nog een belangrijk deel wat in het afvalwater zit. Langzaamaan stroomt het water daar doorheen en dan komt het eruit. Het water is niet brandschoon wat hieruit zit. Het is voor 60-70% gezuiverd. Maar dat is voldoende om het te kunnen lozen bijvoorbeeld in agrarisch gebied of in de sloot als het geen kwetsbaar gebied is. Als je echter wel in een kwetsbaar gebied zit of je zit in een waterwindgebied. Of je wilt je afvalwater zelfs gaan hergebruiken. Dan raad ik aan om het een extra filter nog te geven. Dit is onze 4e fase filter. Die wordt aangesloten op de zuivering na de 3e filter. De derde fase, dit is de 4e fase. Hierin zitten membraanfilters die ervoor zorgen dat het afvalwater wat hieruit komt kraakhelder is, voor ruim 90-95% schoon is. Het water wat hieruit komt kun je opvangen in een vijver. Het heeft een zwemwaterkwaliteit zelfs. En kun je ook naar je regenwaterhergebruikinstallatie brengen. Zo schoon is het. Natuurlijk kun je het in een waterwindgebied of in een natuurgebied laten infiltreren in de bodem. Dat is mogelijk. Maar zo klein is het wat de 4e fase is om je afvalwater schoon te maken. Zo zie je, de zuivering is heel klein, veel kleiner dan een hele fietsenveld. Het is de kleinste en hij is ook nog verplaatsbaar. Want als je gaat verhuizen met je tiny house of je camper, of nou ja, camper zal het niet zijn, maar een boot of iets dergelijks, dan kun je ook echt deze installatie opnemen en meenemen. Heel makkelijk naar een volgende mooie locatie. Dit is de installatie zoals hij eruit ziet. Hij kan op maat gemaakt worden naar 750 of 1000 of zelfs 1500 liter. Afhankelijk hoeveel mensen er gebruik van maken en hoeveel water er geloosd wordt. Ik laat jullie zo dadelijk zien hoe die in de praktijk geplaatst wordt. Hier zie je de situatie, hoe die ingebouwd kan worden, bijvoorbeeld bij een tiny house. Dat betekent dat die nog niet eens volledig in de grond zit, maar je zet hem gewoon laag in de grond en je kunt hem zo aansluiten op zijn afvoerleiding die in het tiny house aanwezig is. Hij kan zelfs nog dieper, zodanig dat dit niveau maaiveld wordt, dus ruim 20 centimeter nog lager. Alleen zorg er altijd voor dat de deksels bereikbaar zijn in de praktijk, zodanig dat je het kunt inspecteren, kunt nakijken. Of dat de beluchting goed is, hoe het zit met het vetgehalte en dergelijke zaken. Dus zo zie je dat het, hij was al klein de tank, maar als hij dus voor een groot gedeelte in de grond verdwijnt, ja, je kunt hem op die manier onder een terras verwerken. Je kunt hem ja, makkelijk in de tuin verwerken. Ja, je hebt er heel weinig mee te doen in feite. En het is veel en veel kleiner dan een hele fietenveld. Dat is een ding dat zeker is. Kijk, dit is dus de kleine Ecorol voor 2 personen voor het grijswater afvalwater
uit de badkamer, de douche, de keuken en dergelijke en de wasmachine om dat te zuiveren in combinatie met een droogtoilet. Een droogtoilet zoals een separate villa of de separate privé bijvoorbeeld. Dat zijn fijne droge toiletten die ervoor zorgen dat het toiletprobleem, daar gebruik je geen water voor, het is een droge oplossing. En dat zorgt gewoon voor dat we een kleine oplossing hebben voor ons grijs water. Als je dat niet doet en je kiest voor een spoeltoilet, dan moet je na dat spoeltoilet sowieso een septic tank hebben. En daarna komt die grijswaterstroom en de gezuiverde afvalwaterstroom uit de septic tank naar een veel grotere zuivering. Je ziet het, het verschil is groot. En dat komt ervoor omdat hier heb je maar licht vervuild water, grijs water wat er doorheen gaat, vetten, zepen, wat opgeloste stof en dergelijke zaken. En daar moet je ervoor zorgen dat je dat septic tankwater en dat grijs water moet gaan zuiveren. Dus die installatie is 3 keer zo groot bijna als dat we oorspronkelijk hadden. Vandaar, kies voor een droog toilet, dan heb je ook een hele compacte installatie.